Nou, we hebben rapportages gekregen van de politie en het Openbaar Ministerie wat er precies is gevonden in de verschillende panden die in Limburg allemaal opgerold zijn, zal ik maar zeggen, afgelopen weken. Daaruit blijkt voldoende munitie om de panden te sluiten volgens het Damoclesbeleid. En Damoclesbeleid, daarin hebben alle gemeentes vastgelegd hoe streng ze zullen straffen als er wapens of drugs worden gevonden. Want dan gaat het simpelweg om wapens, drugs. Als je dat vindt, mag je hem sluiten. Ja, in dit geval gaat het nu specifiek om drugs. Daar waar de wapens gevonden zijn, dat zal in de tweede fase opgepakt worden. Want dat moet nog wat preciezer omschreven worden. Maar dat betekent dat we nu de eerste fase van 9 sluitingen hebben. En dat we in de loop van volgende week of de week daarna een tweede fase aan kunnen kondigen. Ja, en dat zijn er dan weer 9 of nog meer zelfs? Het zou er mogelijkwijs meer kunnen zijn, omdat er nogal wat locaties zijn waar we met name wapens en munitie hebben gevonden. We moeten kijken of de dossiers hard genoeg zijn, op grond waarvan we ook die verschillende panden kunnen sluiten. Ja, dat is een sprake van een voornemen, waarom nog niet definitief? Ja, in het beleid hoort het te zitten, ook voor de rechtszekerheid, dat mensen ook bezwaar kunnen aantekenen, dat we eerst een voornemen hebben. Dan heeft de advocaat de kans om bezwaar aan te tekenen. Dat betekent ook dat ons dossier nu waterdicht moet zijn, want anders zou met een bezwaar zo'n pand na een week weer open gaan. Nou, daar snapt de buurt er helemaal niks van. En de reden waarom we dit ook zo breed weer aankondigen, is dat we ook preventief willen laten zien naar alle mensen in Limburg. Van jongens, kijk uit, als je dit soort signalen hebt in je buurt, meld het bij ons, want ja, dit soort gevaarlijke situaties wil je gewoon niet hebben. Ja, zijn dit nu voornamelijk de panden van mensen die ook nu op dit moment vastzitten? Ja, dit zijn naadpanden van mensen die vastzitten. Dus we hebben die mensen opgepakt destijds. En we hebben die panden toen, we hebben ze toen niet kunnen sluiten. Maar wel het gevoel gehad dat ze gesloten waren. We hebben ze wel leeggehaald natuurlijk op de belastende materialen. We hebben deze week ook de zitting bij de rechtbank. Bij het Hof, dus we moeten maar eventjes kijken hoe alles nu gaat lopen. Ja, want dat voornemen, vandaag zijn ze dus nog niet definitief gesloten. Mensen kunnen daar nog in en uit. Nee, dat klopt. De panden zijn nu nog gewoon open. En we hopen dat ze zo snel mogelijk dicht kunnen. En zo snel mogelijk is? In welke termijn is dat dan te verwachten? Nou, het hangt er een beetje vanaf of er bezwaar gaat komen van de verschillende advocaten. Maar anders kunnen binnen een paar weken de panden definitief dicht gaan. Maar hoe, dan gaan ze dicht voor 3 maanden. En pas bij een vervolg overtreding daarvan, ja, dan kun je voor nog 3 maanden of voor 6 maanden de zaak sluiten. Wat we natuurlijk hopen dat het niet gaat gebeuren. Ja, je zei het al, een aantal mensen, veel van die mensen zitten ook vast. Hoeveel nut heeft dat dan? Want over 3 maanden zitten ze nog steeds vast. Geen verschil eigenlijk. Ik weet niet of ze over 3 maanden nog vast zitten. Het kan best zijn dat de raadkamer deze week zegt een aantal mensen mogen vrijkomen. Dat risico zit er best in. Daar zullen we natuurlijk weer tegen in beroep gaan. En de echte zittingen moeten allemaal nog gaan plaatsvinden. Het gaat ons natuurlijk echt om de mensen. Want die zijn de oorzaak van het probleem. De panden zijn maar een middel. En ik weet ook wel, als deze panden dadelijk vrij zijn, kunnen ze een ander pand doen. Dus we moeten er ook op blijven zitten. Uiteindelijk is het zo dat van de leden van die motorbendes zo'n beetje 80% van de mensen zware of minder zware criminaliteit op hun rekening, op hun konto heeft staan. Ja, dus ik hoop echt dat we zo lang mogelijk vast kunnen houden. Ja, is er iets concreter in te schatten hoeveel er nog zullen gaan komen de komende week? Nee, dat hangt er echt vanaf hoe de dossiers zijn. Of we het ook allemaal in één keer kunnen doen zoals we nu hebben gedaan. Misschien dat wat langzamer gaat. Maar het gaat hier met name ook om de kleding die gevonden is, om de wapens, de munitie, de hoeveelheden die gevonden zijn. En hoe zwaar de sanctie erop kan zijn.